ben bezig met het boek Wees Onzichtbaar van Murat. En ik vind het wel een heel leuk en boeiend boek, omdat hij aangeeft wat een vader eigenlijk betekent in een gezin. En volgens zijn boek voldoet die vader helemaal niet aan wat een vader dient te doen. Hij heeft het vaak over dat die vader geen tijd voor ze had. Hij zocht vaak aandacht dat hij nooit kreeg. Hij kreeg het alleen van zijn moeder en dat apprecieerde hij heel erg. Dat vond ik ook heel interessant, omdat ik zelf ook niet echt veel aandacht van mijn vader heb gehad. Maar het boeide me niet erg, want mijn moeder die gaf me alle liefde. Dus was ik er ook tevreden mee. Vandaar dat ik echt dat boek, ik zit steeds in te kijken en te bedenken of terug te denken van, oh ja, daar heeft die jongen echt gelijk in. Een vader hoort echt bij een gezin te zijn en zich te betrekken met het gezin.